nieuwjaar voor een ieder. En op de motor door Zuid-Amerika. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Happy New Year! Een nieuw jaar is aangebroken en wij van het 10 minuten jeugdjournaal wensen al onze trouwe kijkers heel veel geluk en voorspoed toe in 2022. Speciaal voor jullie hebben wij wat nieuwjaarswensen opgenomen. Beste mensen, het jaar komt aan het eind. Er is een heleboel gebeurd het afgelopen jaar, maar we gaan weer vooruit kijken. Het belangrijkste wat we kunnen meenemen voor het nieuwe jaar, zeg ik altijd, zijn goede voornemens. Ik wil in het bijzonder benadrukken het gebruik van gezonde voeding waar mogelijk is. Minder zout, minder suiker in het nieuwe jaar, meer beweging, een gezond gewicht en dat zal ons nog vele mooie jaren opleveren. Fijne feestdagen en een gezegend en vooral gezond 2022. Mijn nieuwjaarswens is om zoveel mogelijk nationale records te verbreken en bij de grote internationale toernooien tot de top 3 te behoren. Het Korps Brandweer Suriname wenst de gemeenschap een brandveilig feestdagen toe. En let op, alcohol en vuurwerk gaan niet samen. Een wens vanuit het dierenasiel is dat mensen meer gaan houden van hun dieren. Wat we niet moeten vergeten is dat dieren ook een gevoel van, een mate van gevoel hebben. En dieren kunnen voelen wanneer ze geliefd worden. Dus onze wens is dat mensen, al heb je geen dieren, maar hou rekening mee als je een dier langs de weg ziet. Help het dier, geef het water, eten, wat je kan. Maar echt, we willen dat mensen meer liefde uitstralen naar dieren. Ik wens elke ondernemer in Suriname een boost in motivatie, in samenwerking, in sales, in het leven brengen van het bedrijfsleven in Suriname. Dat is wat ik jullie allemaal wens en ik hoop dat we Suriname samen vooruit kunnen brengen. Ouders aan jullie, let op jullie kinderen, zorg ervoor dat ze niet helemaal in de tv gaan. Laat ze niet een tablet de hele tijd dichtbij, helemaal in het gezicht houden. Geen mobieltjes, dat kan natuurlijk wel, want het is een moderne tijd en we moeten meegaan met de tijd. Hou het niet te dicht bij je gezicht, bij je ogen en niet te lang. Na elke 20 minuten even wegkijken en veel buiten spelen. Dat is gezond voor je ogen en goed voor de ontwikkeling. En bedankt voor alles en een fijne tijd, fijne feestdagen en stay safe. Voor het nieuwe jaar. Dat wij het nieuwe jaar ingaan, niet met de gedachte, ik heb geen tijd. Maar er ligt weer een zee van tijd voor me. En iedere dag is een dag om ten volle te leven. Om te genieten wat God aan ons heeft geschonken. God heeft ons gezegend in dit land met overvloedige zon, met water in overvloed, met een Amazonewoud, met verschillende rassen samen. Van die dingen kunnen we genieten, ook in het nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. De wereld rondreizen is alleen voor rijke mensen. Tenminste, dat zou je denken. Als het doel is om de wereld te zien, dan kan je goedkoper reizen, zonder het vliegtuig te pakken en zonder luxe hotels. Dat geldt zeker voor de Paraguayaanse Gerardo Franco die Zuid-Amerika rondreist, op de motorfiets. In december was hij hier in Suriname. Dit is Gerardo Franco. Hij heeft al veel van de wereld gezien. Van Parijs, Frankrijk, tot de oude Jordaanse stad Petra. En zelf van de piramides in Egypte,
tot Rapa Nui, ook bekend als Paaseiland. Gerardo is geen rijke man, maar toch is het hem gelukt om bijna de hele wereld af te reizen. Till now, Suriname is my 120 country. I'm very happy that I could reach here. It wasn't that easy, but the only thing impossible in your life is whatever you don't try. I arrived here in Suriname like 3 days ago, crossing the border with Guyana by ferry, and then I stayed for 2 nights in Nigeria, chilling a bit there. Hij reist nu Zuid-Amerika rond op de motorfiets. Iets dat leuk is, maar wel meer werk is dan normaal reizen, zegt Gerardo. You have more practicity with the motorbike because you can go anywhere and whenever you want. But the other point is more stress because it's something that you carry with you. You cannot leave anywhere. So the helmet, the stuff, you always have to take care of that. This is another kind of the stress. When you are traveling with a backpack, you get someplace, leave your backpack and you are free. But the motorbike is another kind of trip. Gerardo blijft niet lang op één plek. En deze rondreis is vanwege COVID en de maatregelen moeilijker. Maybe I'm leaving Paramaribo in 2 days more and I will try to cross the border to French Guyana. And I hope I'm lucky I could cross the border to Brazil to go back to Paraguay, have a rest. I just missed till now Venezuela because the border are closed. The only way to travel to Venezuela right now is by plane. That's why I had to go back to Paraguay, leave the motorbike. I tried to get a plane to reach to Venezuela and then all America, the continent, it will be done. Het rondje Zuid-Amerika op de motorfiets wordt dus niet afgemaakt op de motorfiets. Maar zijn volgende trip is al in zijn agenda. Rondje Caribische eilanden met de boot. Because Caribbean, it will take me few time to get to all the islands. I will try to get by boat. I already have some information how to do by boat. Maybe I could reach to 5 or 7 islands by boat, but then I had to find a way how to get to Jamaica or to Bahamas because there are no boats to those places. Zelf bepalen hoe snel je reist en hoe lang je blijft. Dat is wat backpacken of reizen zoals Gerardo dat doet bijzonder maakt. Hij is al in veel landen geweest in Zuid-Amerika, maar niet op deze manier. Het klinkt gek, maar je ziet veel meer vanuit de weg dan vanuit de lucht. Before I traveled to Brazil, but I went to Rio de Janeiro or São Paulo. That's not Brazil. Brazil is a huge country. So for me, the best experience was cross all the Amazon River from Belém to Manaus, 5 days in the boat, sleep in the hammock. It was really amazing experience. Jij kan het ook, zegt Gerardo. Geen dure vluchten of luxe hotels, niet te veel meenemen, alleen wat je nodig hebt en ook... Never give up, never surrender. Nothing is easy in life, but for sure, believe me, it will be worth. Just try, try and try. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken, goedenavond.